mode, or is it just creative? You bro. Is this survival mode? Or is it. Wait, what? What? What the hell? Nee, oké, dat is het. Ik wil het doen nog een keer. Nee. Nee, die nummer 5 vind ik wel mooi, want die lijkt op deze. Is de survival mode Drifty Boy? What the fuck is Drifty Boy? Hier is hij, want die lijkt op die. Maar Drifty Boy is niet een skin waar ik van hou. Dus why should I wear that shit, bro? Wat gaan we doen? Ik zweet natuurlijk. Ik zweet gewoon. Nou, is zus is weer, was dat? Ik ga denk ik gewoon een party. Misschien is wel iemand leuk online. Ik invite het Cloud Wolf met Vermi. En gewoon niet op. Ja. Ja, dan gaan we gewoon zo eens doen. Is this survival mode? Or is it just creative? Oblivion? Dit moet me denken aan seizoen 4 toen Mike nog een ding was in een car waar je dacht zo, oh my god! Ja, mijn zus komt net terug van zijn fucking werk. Nou, niet echt mijn werk, ging even solliciteren of zo. Weet ik veel. Maar, hallo, hallo, welkom hier. Ik drink een beetje ijstee en de barbecue. Dat is een beetje goed. Kijk, play has met Jasper op de PlayStation. Wie de fuck is Jasper? Bedoel je Jasper van zijn? Nee, fuck no. Helemaal wel. Ja. Alleen in seizoen 4 heb ik hem gespeeld. Wat moet ik nu met hem dan? Niet nu. Ik weet niet of jij met hem op PlayStation speelde. Sorry voor dat kleine onderbrekingje. Mijn zus had het weer over iemand van mijn beste vriend. Ik dacht dat ik hem met de speelde en dat was alleen in seizoen 4. Daarvoor zijn verklaringen. Apply shields, wat is dat voor een easy ass challenge? Je moet shields elke dag apply omdat ik zo trash. Nou, best wel trash as fuck. Is this survival mode? Or is this just creative? Ik ga waarschijnlijk heel snel dood. Oh, daar rage quit ik. Ik pak mijn telefoon en dan ga ik YouTube video's kijken. Ik vind het ook kut dat ik geen muziek mocht luisteren. Dus kom. Ik kan het wel op de achtergrond spelen, maar het kost weer batterijen en ik heb ook geen Spotify op mijn telefoon. Dus dat is niet echt handig om te doen. Het kost veel batterijen. Is dit survival? Ben ik überhaupt aan het opnemen? Het is een fucking default. Ik ben fucking low. God damn you. Bedankt. Thanks. Gewoon thanks. Game. You saved me. Doe eens even gauw niet. Is this survival mode? Is it just creative? Sorry, ik heb gewoon een fucking liedje in mijn hoofd over is this over Minecraft. Volgens mij een parodie van iets met Rafoodie of zo. Ik zag vandaag zo'n filmpje zo van Nintendo. Nee, van Fortnite op de Switch is makkelijk, maar. Ik ging laatst gewoon op de Switch servers, maar dat kan eigenlijk niet, want dat is nu mixed. En ik dacht, oh mijn god, ik zit op de Switch servers, maar ik heb het gewoon vies hard gehackt. Waarschijnlijk worden het gewoon PC-players. Het is gewoon echt, oh, thanks. You really saved my life.
Is this survival mode? Is it just creative? Ik wil graag in deze livestream de staart halen. Van links. Maar we eat that ass. Dat klonk ook heel erg British. Maar we eat that ass. Ik kan niet horen en ik kon ook niet zien waar die gunshots van waren. Voor mij. Ja, ook voor mij weer. En tilt het. Ja, ik zie het daar al. Ken je die meme waar die jongens de Mario team song teamen? Dat is mijn enigste verklaring voor twee mensen. Wat zei je? Daar gaan we even. Ik denk dat ik eigenlijk moet wat in eten, maar... Kom ik later wel terug. Ik eet die... Ik chop die worst wel even fucking snel op en dan kom ik ook terug. Ik ga even eten. Doe niet zo lang iets. 1 minuutje, want ik chop die worst even snel op. Oké, tot straks. Oké, fuck my life. Dat was even gauw mijn hoofd, die zei ik kun eten. Ik vind dit de meest domste. Ik heb zelf nog een skin die erop dat lijkt. Laten we het zo, maar deze is de mooiste skin in deze. Deze boekje mee. Gewoon met mijn controller als ik gun speel zo. Ja. Ik ga muziek denk ik één keer proberen. Is het een survival mode? Dit gaat 100% werken. Hey, you woke up. You're safe now. We've cleared out all the... From the earth I rise, and to the earth I one day will return. What's up, mother shuckers? My name is Colonel Cornelius Cornwall. And I'm here today to introduce you to... Porn!
is a North American cereal plant that yields large kernels on a cob. It is also called maize because it's easy to get lost in its incredible flavor. Side effects of corn may include choking. I guess. Come down today, try some corn, or we will sacrifice your newborn. What the fuck? Get some corn, or you'll sacrifice your newborn. Sacrifice your newborn. Oké. Dat niet in de boom, please. Dat is letterlijk mijn grootste nachtmerrie. Kijken naar een filmpje en daarna in een boom landen. Oh my god. Wow, dat is nog meer iets. Ik dacht, oh mijn god, dat is een fucking chest of some shit. Nee. Ik hoor internet quality. Welkom bij mijn slechte PS4. Wow. Ik hoefde niet eens verder te kijken, joh, toen ik die tactical zag. Het zijn echt drie van mijn favoriete wapens in. Ik wist gewoon niet wat ik moest kiezen. Fuck is dat geluid? Ik zweer op. Beter is er geen Mac dichtbij mij. Zo te horen wel. Even een begin in mijn oh fuck. Doe je footsteps. Ik hoor ze ook. Alleen ik zie ze niet. Fuck. Hij bouwde net. Dat hij een oh fuck. Holy fucking Jesus. Ik moet mijn shit pakken en niet weggaan, joh. Grab your shit and get the fuck out of here. Holy fucking duck. Ik zag die footsteps en ik dacht direct, oh shit, I'm fucked. Damn. Ik ben een beetje gestrest nu, holy fuck. Holy triple ducklings. En die is ook gewoon gesniped in mijn rug en zo. Katje, bier. Maar ik moet nu denken dat in een stukje van een koudje back, maar je strak me in mijn rug van ik stap eruit van ik wil geen fucking copyright opleveren. Dus ik ga hem ook niet draaien ook nog, hè. Nou, denk gewoon even aan, ik stap eruit van Don, of de Rocky meneer. Daar dacht ik aan en ik ga niet spelen, want ik wil niet gecopyright worden. En copyright is geen key, maar consent is key. Ik wil gewoon met iemand uit mijn cloud spelen, zoals mijn brother Matthijs. Maar nee, Matthijs zegt iets van aan het eind van de schooldag, zegt hij ja, ik ben face gejoined of zo. Ja, fucking fake ass. Dan kreeg ik gewoon notification van KTM, van hoe noemen ze, face op Instagram. Zo, wow. We hebben een nieuwe, we hebben wolf. Fuck jou. En hier. Het mond. Hey, what's up? Ik dacht dat dit fucking Flush Factory was. Ik wil zeggen, hey, kijk, Flush Factory, die zou ik terug. Flush Factory zit nog steeds diep in de sneeuw. Wat dat de monster gewoon bij het ijs uitkwam en gewoon die disco zo. Zo'n heeft geëxplodeerd. Hoe kan ik de map zien? Share? Ik ben het fucking... Ja, dat. Is het survival mode? Or is it just creative?
Ik ga denk ik naar City Shop. Nee, dat is een robot. Ik kan ook gewoon mijn baby pakken en maar dat doe ik niet. I'm no pussy. Waarom loot ik dit niet? Ik kan gewoon de schouderskarren. What the hell is that? Dat is een inventory. Die pak ik met plezier. Is de survival mode? Deze is ook in mijn rug gepakt. No survival mode for you. It's creative, motherfucker. Ineens vind ik dit en schreeuw ik. Het is fucking creative, maar. Of ik ga gewoon een fucking worst eten of een. Nom nom nom. Ik eet de fucking worst. Nom nom nom. Ik mag komen wanneer ik kon komen. Dus als ik dood ben, dan ga ik gewoon fucking. Yo bitches, ik wil mijn worst. Rookworst zonder het is ook worst. Niemand gebruikt dat grapje meer. Behalve de game meneer Ramone. En ik. Ik zeg niet dat ik lid van hun ben. Dat zou ik nooit willen doen. Ik zou het wel willen, maar. Willen zijn voor billen. Fucking billen. Dat heeft mijn karakter. En Fabio is het niet. Flip. Ja? Ja. Wacht heel even, ik kom straks. Ja, wacht heel even. Ja, wacht heel even. Ja, dat doen we wel heel gauw. Ja. Ik zat 3 minuutjes rond. Ik dacht, serieus, dat is Legend of zo. Als ik druk gewoon... Fuck, ik ben zo stupid. Weet je waarom ik dat dacht? Omdat ik de hele dag met mijn luier reed. Dat hebben ze zitten spelen aan elkaar. Ik heb hier een keer trap geplaatst en dat werkt ook nog. Toen in 16 fucking 4. Toen net die trap was en nou is het überhaupt. Toen net die trap er was, dacht ik, oh hey, I can play shit right there. I'm gonna skirmish suicide. Dat draagt veel attentie. Ik wil naar City Shops gaan. Wat vinden jullie van mijn combo? Ik vind jullie mooi van drift pickaxe. Heb ik hard genoeg gegrind. Ik heb echt fucking hard gegrind voor deze pickaxe. Oh my god, ik heb de pickaxe. Damn! That she could. We staan in stilstaande tijd. Als iemand dat weet. Kijk de eten naar dat. Wat? Is dit survival mode? Of is dit just creative? Als je nou gewoon een fucking suicide wapen had, had ik kunnen suiciden. Maar... kan ik gewoon echt niet iemand tegenkomen? King of the Hill, hoe dan? Ze denken allemaal, oh nee, de belasting is er terug, we moeten wegrennen. Fucking hoofdboord draagt attentie, natuurlijk ga ik daar nog rijden. Ik wil actie. Ik wil geen saaie stream van iemand die kijkt. Van niemand fucking kijkt. Niemand heeft interesse in mijn gepraat en gelul en mijn slechte gameplay. Ja. Ninja in een video prop. Zeg, oh my fucking god. Gewoon ninja die link duwen. En gewoon iemand die op ninja lijkt. En zoals ninja plaat. Dan zou ik het gewoon fucking doen. Er moeten toch mensen hier zijn? Nee? Oh. Ik heb het gevoel dat ik dit gevecht ga verliezen. Ik heb zoveel boogie, die idioot. Ik weet precies wanneer de boogiebom eindigt. Fuckhead.
That's the moment that I fucking died. Oh, ja, fuck me. Oké, doeg, doeg.
goede borst. Ik ben fired up for the next one. Guys, is dat zo mid-game, late-game, waarom the fuck heb je nog zo'n grijs piemelding? Trained to kill at 4KT. At 4KT. Trained to kill 4KT. Oh my god. Ik nog steeds niet geloven dat ik verslagen ben. Dit is ook wel heel trash. Ik kan mensen in feite. Als je mama doet niet pijn. Als je mama. Eigenlijk wat ik moet doen is fucking. Mijn telefoon gewoon naar buiten flikkeren. Met die de e-rape die ik even ga opdoen. Dit is ook leuk. What's up, mother shuckers? My name is Arnold Cornelius Cornwall, and I'm here today to introduce you to corn. Corn is a North American cereal plant that yields large kernels on a cob. It is also called maize because it's easy to get lost in its incredible flavor. Side effects of corn may include choking, I guess. Come down today, try some corn, or we will sacrifice your newborn. Get some corn, or we will sacrifice your newborn. People, bitch. Mafia city. Come on, like mafia, bitches. Fucking genius. Dit is zo'n pizza time. Ja, dat puur. Wij droppen boys. Neil zult in na een 50 chefs na. Polar Peak? Nah. Snow Resorts? Ja. And I like in New York City. Oké, on air Fortnite. Ik heb geen facecam, want I'm trash. Yitri, yitri, yut. Ik ga nog een facecam kopen, denk ik, hopelijk. I need money. Dus jullie moeten graag voor mijn geld krijgen, zodat ik dingen kan kopen. Weet ik veel, facecam zo. Betere setten. Dat zou ook wel kunnen. Waarom kan ik dat searchen? Fucking useless. Ik krijg toch niks uit. Misschien is dat wel later in de game dan gewoon denk aan searchen en oh my fucking god, I got a pistol. Als hier mensen zijn en ik heb geen shotgun, then
I have my trusty little old purse. Waarom moet ik nu denken aan roasted bass? Buh. Buh. Oh no, I'm going to commit suicide. Who's ready to get fucked at this house? Oh fuck, I got fucked instead of the other people. Oh shit. You open up that door, you close that door, you go crouch, you go band-aid, you go hit that band-aid. Oh fuck. Okay, Sabas. I hit you once. I didn't hit you twice. We gaan een andere game spelen. I fucked your mom in the ass last night. Rec room, English homies. Iemand die een banaan in één keer eet. En hij steekt.